standaard. Mag ik jullie allemaal hartelijk welkom heten? En we noemen het fix je energierekening. En daar bedoelen we mee, hoe krijgen we die energierekening naar beneden? Goed, hè? Goed, hè? 15 maatregelen om je energierekening naar beneden te brengen. Ze zeggen ook wel eens, het is 15% wat je naar beneden kan brengen. En dan praat ik over minimaal. Wat we hier doen, is het ook laten zien, zodat je het thuis zelf kan doen. Of het nou raamfolie is om aan te brengen, of radiatorfolie, of die mooie ventilatoren onder je radiator. En verspreid het ook alsjeblieft, want we moeten echt veel minder energie gebruiken. Ja, ik vind het leuk om de mensen te helpen. En een beetje energie te sparen. Mensen, de klant is heel lief en aardig. Ja, en ik vind het heel leuk. Ik kom bij de mensen thuis, zoals andere fixbrigades ook. Ik coach mensen en ik fix. Ik doe 3 adressen op een dag. En ik heb een bepaalde doelgroep, namelijk mensen met een migratieachtergrond en een minimuminkomen. Ja, je kan met enkele maatregelen, zoals een spaardouchekop, zoals korte douchen, kan je echt tot 1000 euro per jaar besparen. Met kleine artikelen kun je al heel veel doen om energie te besparen. Radiatorfolie, bandagefolie, vensterbankfolie. Dus met simpele dingen veel energie besparen. Op het moment dat je de radiatorfolie achterop de radiator hebt geplakt, voel je dat hij de buitenmuur al niet meer opwarmt. We hebben een oplossing voor met name met enkel glas of het oud dubbelglas. Je verliest eigenlijk veel energie, veel warmte door het glas. En met een simpele maatregel die je zelf kunt aanbrengen, is het eigenlijk te reduceren tot wel 35%. Dat je minder warmte verliest door een folie aan te brengen op je kozijn. Mijn idee is omarm de kou en maak het je vriend. Geniet ervan. Een van de oplossingen voor mij was dat ik elke ochtend een ijsbad neem. En ik hou ervan om in de winter lekker in de zee te zwemmen. Je gaat je er heerlijk van voelen. Dit is zo'n typisch infraroodpaneel. Dit is een klein formaat, dus zijn meestal wat groter. En hiermee kan je hele huis verwarmen. Het is elektrische verwarming, maar omdat je het heel slim kan schakelen op het moment dat je daaronder zit en op het moment dat je thuis bent, is het toch weer voordelig. Maar je moet het niet de hele dag aanzetten, lokaal en tijdelijk. Na een 8 winters daarmee bezig te zijn bij de mensen in en buiten de woning, dacht ik ga het eens opschrijven. Met de 40 bladzijden was ik klaar om toch een erg duidelijke aanwijzing te hebben hoe het gedaan moet worden. De Speed Comfort is een slimme radiatorventilator die je dankzij slimme magneetjes in een handomdraai plaatst in de radiator. Ingewikkelder is het niet, hij mag onderin de radiator uit het zicht. En wat hij vervolgens doet, is je kamer in ongeveer de helft van de tijd al temperatuur brengen. Dankzij een temperatuurgevoelige schakelaar, ook met magneetjes, wordt hij automatisch aan- en uitgezet. En je hebt dus één keer plaats, je hebt er geen omkijken meer naar. Als je dit filmpje tot zover hebt gezien, dan ben je eigenlijk al begonnen met besparen. Maar er is die lijst van 15 punten. En het hangt er helemaal vanaf van hoe oud jouw huis is of wat je levensstijl is, wat de beste tip voor jou is. Dus neem hem goed door en begin.